Normaliter bent u gewend dat dit soort beelden komen uit Spanje, uit Frankrijk, uit Amerika, uit welk land dan ook ter wereld. Iets waar het over het algemeen warm is. En dit is een hele andere locatie. U zult dat begrijpen, want door het coronavirus is alles anders geworden. En staan we dus in de meest Nederlandse plek van Nederland, namelijk de Flevopolder. En u kunt het zien, en u kunt het misschien ook zelfs wel een beetje horen, die enorme windmolens die hier staan. Daar staan er om ons heen al een hele reut. En we hebben geen plek kunnen vinden, zelfs zonder windmolens. Dit is dus de Flevopolder. En daar zijn we met de Ducati Street Fighter V4. En dat op zich is al bijzonder. Want Ducati, Italië, u snapt het wel. En toch hebben we er eentje te pakken kunnen krijgen. Zeer bijzonder, dit is hem. En we hebben er de hele dag mee mogen rijden. En dat is op zichzelf echt al een overwinning voor heel veel mensen. Oké, de Street Fighter. Eigenlijk een makkelijk in te vullen motorfiets. Ducati zegt het gewoon zelf op hun website. Dit is gewoon een Panigale V4 waar we de kuip afgetrokken hebben. Punt. Nou, dat is niet helemaal waar. Want ze hebben er bijvoorbeeld nog wel een fantastisch prachtige koplamp op gezet. En nog wat andere stijldingen. Maar voor de rest klopt dat verhaal aardig. En dat zorgt er dus voor dat je hier te maken hebt met een racemotor zonder kuip. De naam Street Fighter zou u al kunnen kennen, want in het verleden was er ook al een Street Fighter op basis van de dikke V-twin toen. Ook toen gewoon een racemotor nemen, alle kuipdelen eraf en tada, daar heb je hem. Alleen, die vorige Street Fighter was geen groot succes. Had te veel concurrentie van de Monster. Die Monster loopt lekker onderuit, paf, in één keer. En die Street Fighter was veel te veel een racemotor. Dus een soort van motor die je moet opwinden. Die je helemaal boven in de toeren wil rijden om er een beetje plezier van te hebben. Nu is er dus dat nieuwe V4 blok in de Panigale, in de Superbike. En heel logisch komt Ducati weer met een Street Fighter V4. En man, wat een overweldigende motorfiets is dit. En dat komt vooral door die V4 inderdaad. Want die V4 is echt waanzinnig, is soepel, is makkelijk te rijden, is ongelooflijk sterk, echt gewoon bizar. En daarnaast dus ook nog de beleving zit erin. Wat dat betreft, hele goede keuze dat Ducati die overstap gemaakt heeft. En dit is dan het resultaat in de vorm van een naked. Maar die Monster is er dus ook al. En dit is naast die Monster de Street Fighter. En wat is dan het grote verschil met de Monster? Nou, de Monster is natuurlijk voorzien van een heel ander motorblok. Dit is het raceblok. En dan zou je denken, zou Ducati deze keer dat motorblok wat verder teruggetuned hebben, dat het onderin wat meer opvalt in plaats van bovenin? Het antwoord daarop is heel makkelijk nee. Het is nog steeds een motorfiets die je heel erg bovenin moet rijden in de toeren om er alles uit te halen. En dat is een beetje verneukeratief, want in het midden en in het lage gebied loopt hij ook al schandelijk hard. Maar omdat hij daar bovenin nog zoveel harder loopt, denk je dus en wil je dus ook steeds hoog in de toeren zitten. Dus, net zoals de vorige Street Fighter, en dan hopen we dat Ducati daar deze keer wat meer succes mee heeft. Alle andere dingen van de Street Fighter zijn gebleven. En daar zitten nou de meest fantastische remmen die je maar kan verzinnen. Die Brembo's vooraan remt echt ongelooflijk hard. Je zit er alleen wat anders op natuurlijk. En dat zorgt er dus voor, kijk, er komt een fietser, gaat uw gang maar hoor. Je zit er alleen wat meer rechtop op. En dat zorgt er dus voor dat je, als je heel hard remt, dat je nu dan het gevoel hebt dat je er over het stuur afgaat. Dat is niet zo. Maar die remmen zijn echt, nou, zo. Dat motorblok, zo. Het dashboard bijvoorbeeld is ook echt waanzinnig goed. Alles is instelbaar. Alle elektronica die er op dit moment te koop is, zit erop. Traction control, bochten ABS, quickshifters, instelbare motorrem. Alles, werkelijk alles is elektronisch instelbaar in dit dashboard. En dat gaat nog redelijk eenvoudig ook. Er zijn ook een aantal dingen meegekomen die ik wat minder nodig vind. En dat zijn er vier. En dat zijn hier 1, 2 en aan de andere kant 3 en 4. Namelijk die winglets. Die winglets zijn gemaakt om als je met 3000 km per uur over een circuit knalt, om dan de voorkant omlaag te houden. Dat zorgt dus als een soort spoiler aan de voorkant voor extra neerwaartse druk. Heel logisch dat dat op een racemotor zit, maar op een naked bike is dat eigenlijk niet nodig. Want ik heb er in Duitsland even 250 mee gereden en dat hou je echt niet lang vol.
En het ziet er ook vooral van de voorkant een beetje bijzonder uit. Misschien zijn er mensen die het wel heel mooi vinden, ook goed. Maar mensen die dat minder vinden, er schijnen zelfs afdekkapjes onderweg te zijn uit Italië. Dat als je ze eraf haalt, dat je dat netjes af kan dekken met speciale afdekkapjes. Voor de rest elektronische vering op deze S-versie. Eulins voor en achter, de Nix voorvork en de TTX achterschokdemper. En een elektronisch geregelde stuurdemper. Fantastisch, echt. Op circuitmotoren ben ik nooit de grootste fan van elektronische bijregeling. Maar op straatmotoren en vooral op deze is het echt heel erg tof. Deze motor kost idioot veel geld, laat ik eerlijk zijn. 23 mil voor de kale versie en 26.600 voor deze S-versie. Maar als je toch voor de 23 gaat, ga dan gewoon door voor die 26.6. Want wat er hierop zit, ook nog Marquesini, prachtige lichte velgen zitten erop. En kijk even naar dat schitterende achterwiel. Dat krijgt u dan, of krijgt u, koopt u erbij voor een relatief klein bedrag als de motor toch al zoveel kost. Oké, rijden ermee is nogal sensationeel. En dat is met de kilometerbegrenzing van 100 km per uur tegenwoordig op de autosnelweg echt een enorme uitdaging. Vooral ook omdat ik al zei dat het mooie deel bovenin zit. En dan rij je zelfs in z'n één al boven de 100 km per uur. Dat maakt het wel best ingewikkeld om jezelf aan de verkeerswetgeving te houden op de Street Fighter V4. Maar hey, het is een Ducati, dus dat zijn we ook zo gewend. Remmen doet hij goed, sturen doet hij heel erg goed. Ik zou qua banden me iets meer kunnen voorstellen bij de echte supersportbanden. Maar aan de andere kant, als je toch een reële straatmotor wil hebben, dan zijn de Diablo Rosso's nog niet eens zo'n rare keuze. En vooral in normale omstandigheden, zoals nu hier, met een graadje of 10 en nogal wat trekkers op de weg, is dat misschien helemaal geen domme keuze. Alles bij elkaar is dit een motorfiets waarop je ongelooflijk veel opwinding, veel emoties krijgt. Het gaat namelijk ongelooflijk gaaf en bruut is dan het hipster woord tegenwoordig, hard vooruit. Het is wel zo dat ik persoonlijk het leuker zou vinden als het echte dikke deel van het motorblok onderin zou zitten in plaats van nu dus weer bovenin. Maar ja, dat is een keuze die Ducati voor ons gemaakt heeft op deze wijze. Het is ontegenzeggelijk waar dat dit een geweldige motorfiets is. Kwalitatief klopt alles. Er zijn misschien iets dingetjes waarvan je denkt, joh, als je dan toch die winglets erop zet, doe dat even van carbon. En zo zijn er nog wel wat meer van dat soort kapjes dat je denkt, joh, voor een motor van 26.600 zou dat misschien net nog wel even wat beter kunnen. Maar voor de rest, afwerking klopt, motorblok klopt, alles wat je maar kan verzinnen aan deze motorfiets klopt gewoon volledig. Zou je dus alleen kunnen afvragen, heb jij als je een naked koopt meer zin in een motor die onderuit, paf, steeds keihard vooruit wil? Of kies je toch liever een motor die, afgeleid van een racemotor, veel meer het vermogen, de power en het koppel bovenin heeft zitten? Dat zijn keuzes. Maar je kan je nooit een buil vallen aan deze Ducati. Vond je dit nou een leuke testvideo? Abonneer je dan op ons testkanaal op YouTube. Dat kan je met het knopje hieronder doen. En er is ook nog een knopje waarmee je een belletje aanzet. Als we dan een nieuwe video plaatsen, weet jij het direct als eerste.